Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Vergadering, maar vergadering afgerond en hij staat ons nu te woord. Dat is de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Seudin Pralat. Meneer minister, welkom in de talkshow Diaspora. Talk heet het programma in Diaspora. Hoe gaat het met u? Oh, prima hoor. Aha. Beetje druk. Ja, wat doet u op de zondag? U bent pranino? Nee. U bent daar nog. Want u bent belly en u zei van u bent bezig. Ik dacht, misschien bent u aan het... Ja. Kijk, het is zo druk. Ik wil met je praten. Hoort u me goed? Want ik hoor echt echo. Nee, maar u komt heel goed over. Ik heb... De mensen die ik door de week niet kan ontvangen. We zijn... je wordt opgehoord. Je hebt op de woensdag de Raad van Ministers. Daarna meestal gelijk een regeringsvergadering. De dinsdag en de donderdag. En dan moet je rekening houden met DNA-vergaderingen. Dus al met al hou je dan weinig tijd over voor je eigen werk. En mensen raken soms ongeduldig. Die willen je dan spreken, afhankelijk van het onderwerp. Dus dan werk ik gewoon door, zaterdag en zondag. Anders kom je niet klaar met het werk. Dus vandaar dat ik ook op de zondag op kantoor ben. Zo, wanneer bent u vrij dan? U weet, de president had de opdracht gegeven van jongens, we gaan werken. Aan een verbetering van het land, tenminste het redden van het land. En hij heeft ons gezegd van slechts 6 uur slapen per etmaal en voor de rest werken. En daar komt het meestal op neer hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb heel weinig slapen als ik wil. Maar zit u, wat hebt u? U hebt daar een ministerie over genomen en ik hoor vaak hè, dat het een boel is wat overgedragen is. Maar ik heb je niet horen klagen in de media. Ik heb je niet gehoord. Wat voor ministerie heb je overgenomen? Hoe was het daar toen je binnenkwam? Wat ik heb overgenomen hier op het ministerie is... ik mag niet klagen hoor, moet ik eerlijk zeggen. En voorgangers hebben het redelijk goed gedaan. Dan praat ik meer in de zin van... Wat je bij andere ministeries ziet, dat er gesjoemeld is met gelden, te veel personeel aangetrokken, mensen die geen plek hebben om te zitten terwijl ze in dienst zijn, tekort aan kader, tekort aan transportmiddelen, noem maar op. En wat dat betreft heb ik niet veel te klagen. Het enige waarmee ik zit op dit moment, en dat is gegeven de economie van het land, en ja, je beschikt niet over de middelen die je zou willen hebben om je projecten uit te voeren. 1 en 2, er is een groot tekort aan gekwalificeerd kader. En daar zoeken wij oplossingen voor, maar ik ben blij dat ik zelf uit de sector kom. Ik heb zelf een tropische landbouw gestudeerd in Nederland. Daarna een aantal jaren voor de overheid gewerkt, dan kan je het ambtelijke. Daarna weer een langer dan 20 jaar in de private sector. Dan kijk je de sector van de andere kant. Dus nu met een brok aan ervaring en dan zit je dan hier en dan moet je nu. En de president heeft een rekening erop dat ik dan met de oplossing kom. Dus vandaar. Met moeite heb ik deze positie geaccepteerd. Maar nu ik eenmaal ja heb gezegd, dan moet ik me voor meer dan 100% inzetten. Maar goed, ik mag niet klagen hoor. Dat zeker niet. Mooi zo. U zegt, er is een tekort aan kader. Waar zoekt u kader in dan? Kijk, nu, anno 2020, het is, landbouw heden ten dagen is niet meer hetzelfde als een 10, 20 of 30 jaar geleden. Nu is alles high-tech en nu moet je marktgericht gaan werken. Vroeger was het zo van je plant wat en dan hoop je een markt ervoor te vinden. Nu is andersom werken. Je moet eerst weten wat de markt wil. En dan van daaruit moet je dan eens gaan verluisteren. En hoe vertaal ik dat terug naar de boer die het moet produceren? En tegenwoordig heb je dan een heel wat zaken die te maken hebben met de eisen van de klant zelf. Moet het biologisch geproduceerd zijn? Moet je bepaalde certificeringen halen? En wat kost dat allemaal? Kun je dat wel doen? Heb je genoeg kader om dat allemaal voor je te begeleiden en op te zetten? Dus die heeft niet veel meer te maken met gebruikmaking van de technologie en de verhoogde eisen van de markt.
Ik hoor je het zeggen. Hebben jullie een ontslag gemist als exportland van agrarische producten? Want ik zit hier in Nederland. Ik haal rijst en die rijst komt uit Maleisië, kozenband uit Westland, Chinese taier uit Dominica. Wat gebeurt met Suriname? Wat gebeurt met de Surinaamse producten in diaspora? Ja, inderdaad. We hebben inderdaad een hele slag gemist. Ik heb in de jaren 17 heb ik in Nederland gestudeerd, in de studententijd. En toen was Surinaamse rijst populair. Ja. Ja, inderdaad, toch? Iedereen wil een Surinaamse rijst hebben. En gaandeweg zag je dat in de andere landen de markt overnamen, omdat wij het gewoon hebben laten liggen. Heel eerlijk. En dit komt ook, kijk, nu zit ik in de politiek, maar het is ook de politiek geweest voornamelijk, die het zaakje verziekt heeft. Verkeerde keuzes gemaakt. En soms instituten die er zijn en ministeries zwaar gepolitiseerd. Dat zijn zaken die hebben gemaakt dat je op een gegeven moment je professionals bent kwijtgeraakt. Mensen die het in het midden zagen zitten bij de overheid, die zijn voor de private sector gaan werken of zijn naar het buitenland verhuisd. Maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld met groenten. Je weet, onze kozenband is erg populair op de buitenlandse markt. Maar als je nu alleen aan transportkosten, en daar heb ik het over luchttransport, 4 Amerikaanse dollar per kilo moet betalen alleen aan luchttransport, hoe ga je dan de concurrentieslag aan met andere landen van waar de transportkosten veel lager liggen? Als je het hebt over de Dominicaanse Republiek, dan liggen die kosten op de 1 dollar per kilo. Ook uit Kenia, 1 dollar per kilo. Je ziet ook veel producten uit Thailand, Vietnam en zo komen richting Nederland voor een veel lagere luchtvrachttarief dan het Suriname. Dus wat dat betreft zijn de SLM en de KLM, ik moet allebei de in één adem noemen, omdat zij opereren op deze markt. Ze zijn helemaal niet vriendelijk richting de agrarische sector, dat kan ik heel open en bloot stellen. Ja, dat begrijp ik, maar u begrijpt ook dat het commerciële bedrijven zijn en waarschijnlijk is hun prijsmarkt conform. Nou, als andere landen rond de 1 dollar zitten en wij rond de 4 dollar, dan is het iets goed mis, denk ik. Laat KLM er buiten. SLM is van jullie, Suriname en regering. Jullie kunnen toch een deal maken dat onze producten ook in Europa bijvoorbeeld te krijgen zijn. SLM kan toch een deal maken of wat dan ook met uw ministerie bijvoorbeeld? Ja, dus nu zijn we bezig, of tenminste, ik ben bezig, ik zit maar met een paar maanden hier op deze stoel. Ik ben nu bezig samen met de Vereniging van Exporteurs. Dit allemaal, tenminste, ik probeer het in beweging te krijgen, dat wij toch nog voor een speciaal tarief zouden kunnen exporteren, maar Het loopt heel moeizaam. Je hebt ondertussen een nieuwe leiding bij SLM. En hopen dat er bij die gesprekken, die we dan in januari gaan beginnen met die gesprekken. Dat zij ons tegemoet komen, laat me het zo stellen. Oké. Want we missen die producten gewoon. En ik praat niet alleen voor mensen die hier wonen in de diaspora, maar ook voor die landbouwers daar, dat ze ook een beetje euro verdienen, toch? En niet steeds alles brengen naar de centrale markt voor SRD. Ja, dus kijk, als je in de tijd dat wij optimale vluchten hadden richting Europa, SRM, KLM, allebei, ja, zeker een 8 tot 10 vluchten per week, dan zaten we met een cargo capaciteit van rond de 80 tot 100 ton op weekbasis. En dat is wat we ook gingen exporteren. Maar nu met COVID is het natuurlijk sterk gedaald, met de 2 vluchten per week, 2 tot 4 vluchten. En we exporteren op dit moment nauwelijks 15 ton per week. Maar nu zit je te kijken van en ik heb met die exporteurs en de vertegenwoordiger van de agrariërs gesproken. Ik zeg, luister, een aantal van die producten kunnen we dusdanig verwerken of bewerken dat het per zeetransport kan gaan. En natuurlijk praat ik over bevroren producten. En dan volgens
middels een bepaalde technologie. Die producten moet je dan snel invriezen, diep invriezen. En wij maken hiermee dan bijvoorbeeld snel ingevroren doppertjes uit Nederland hier aankomen in de supermarkt. Maar als je het klaarmaakt, dan is het nog krapperig, is het nog erg vers. En dezelfde technologie proberen wij nu hier binnen te halen, voor Suriname. Dat wij producten als kousenband, maar dan een gesneden, een pan ready, een pannenklaar. En je kunt ook praten over een oker, je kunt praten over sopropo. Dus zulke producten kun je ook bevroren exporteren. En dan kost het je nauwelijks 30 cent per kilo. Dus die ombuiging maken we nu. We zijn bezig om te handelen met diverse organisaties en banken om dit project gefinancierd te krijgen. De animo is groot, moet ik zeggen. Maar het is al een hele besparing van $4 naar $30 cent, alleen op de exporttarieven. En dan heb je genoeg ruimte om te gaan concurreren. Want de andere landen die u daar noemde, die zijn redelijk goedkoop. En wij moeten dan nu gaan concurreren met die landen. Dus je moet kijken waar de opportunities liggen. Die moet je oppakken, daarin gaan investeren. En hiermee gaan we heel gauw beginnen met het proces. Dus wat u zegt, binnen afzienbare tijd, vanaf volgend jaar worden Surinaamse producten in diaspora goedkoper. Mag ik het zo concluderen? Als je gebruik maakt van die technologie, dan bespaar je al zoveel. Dus je hebt meer ruimte om te concurreren, inderdaad. Aan de andere kant, kijk, wat er nu gebeurt, de exporteurs die exporteren hun kousenband en andere groenten. En die belanden meestal in de toko's in Nederland. En je weet, dat zijn goedkope winkels. Dus je haalt niet de prijs die je moet halen. Maar als je het bewerkt en invriest en goede labeling met barcode en alles aanlevert, dan heb je een product dat klaar is voor de supermarktketen. Dan ga je een treetje hoger. En dan kun je ook onderhandelen voor een betere prijs. Eén, dat niet alleen. Als je naar de supermarkt gaat, dan willen die natuurlijk continuïteit hebben in de levering. En vaak laten we daar steken vallen. Dus nu, als je een bevroren product exporteert, dan kun je voorraden opbouwen. En uit die voorraden kun je dan continuïteit garanderen. Ik wil niet meteen alle Jumbo-filialen en alle Albert Heijn-filialen op Dirk van den Broek gaan bedienen. Die kwantiteit halen we niet. Maar we beginnen ergens en dan kijken van hoe ver we komen. Want je kunt ook producten als cassave meenemen, bevroren, Chinese taaier, noem maar op. Maar eenmaal die faciliteit er is, dan kun je vele kanten mee op. En je kunt zelfs ready-to-eat producten kun je exporteren. Want wij kopen hier lokaal en in de duurdere supermarkten ook bijvoorbeeld pizza bijvoorbeeld. Dat zet je in je oven en het is ready. Weet je, dus ja. Daar kun je meerdere kanten mee op. Maar die technologie moeten we dan hier zien binnen te halen met equipment. En daar willen wij daarvoor gaan. Oké, best mooi. Goed idee. Waarom duurt het zo lang voordat ik Surinaamse producten in officiële supermarkten ziet en niet alleen bij die toko's? Ja, nee, kijk, wat ik eerder zei, je moet voldoen aan normen. En je hebt supermarktketens daar die klanten hebben. En die klanten die stellen bepaalde eisen aan de producten. En om te beginnen met een chemische residuen in je product. En we zijn nu al bijna zover dat wij een laboratorium gereed hebben om dat allemaal te analyseren. We hebben nu op dit moment een wet in behandeling in het parlement voor een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid. En die moeten dan een lab gaan draaien om dan de residuen te testen op de producten. Ten tweede, u weet, de export van sopropo op dit moment is stopgezet voor de Europese Unie. Omdat er bepaalde insecten mee gingen. Dus daar moet ook dan zo'n instituut op letten. Maar ik moet wel meegeven, als we dat product dan bevroren opsturen, dan die insecten sowieso niet mee kunnen. Dus je kunt daarmee ook heel wat van die regelgeving, welke nu geldt voor verse producten. Die geldt dan niet meer voor de bevroren producten. Dus je markttoegang wordt wat makkelijker daardoor. Ja, oké. Ik ga met u afronden. Er is zelf regering in Suriname.
gevallen om aloe en piage. Dat is aardappelen en uien. Kunnen jullie dat niet zelf verbouwen daar? Nou, ja, want u weet toch, mensen zijn daardoor ontslagen of hun baan kwijtgeraakt. Aloe en piage, hè? Aardappelen, maar bij aardappelen. Kunnen jullie het niet zelf verbouwen dan, zodat niemand nog in de problemen komt? Want jullie willen ook nog voedselschuur worden. Ja. Nee, luister. Kijk, aardappelen. En ik ben blij dat ik in Nederland heb gestudeerd. En aardappelen, kijk, wij liggen hier in Suriname, zoals we dat noemen, in de agrarische wereld. Wij zitten hier in de lage, humide tropen. Dat houdt in dat de omstandigheden bijzonder nat zijn. De temperaturen liggen dik boven de 20 graden Celsius. Maar zo'n aardappelplant bijvoorbeeld, je kunt wel verbouwen in de hoge bergen. Je weet, aardappel komt uit een van de landen uit Zuid-Amerika. Ik weet nog niet meer of het Peru of Chili is. Maar het wordt wel verbouwd in de hogere delen, in de tropen. Wij zitten hier in de lage tropen, dus wij zouden dat niet kunnen verbouwen. Omdat aardappel een gewas is dat waar de nachttemperaturen moeten dalen tot onder de 18 graden Celsius, wil zo'n plant overgaan tot bloei. En pas als zo'n plant overgaat tot bloei, pas daarna krijg je dan de vorming van die knollen daar beneden. Dus een aardappel gaat niet lukken. Uien wel. Uien, dan moet je denken, niet in termen van zoals we dat in Nederland kennen. Die uien groeit wel heel goed hier, maar het is nog te nat. Ons klimaat is te vochtig om dat te kunnen rijpen zoals dat in Nederland gebeurt. Ik koop uien in de supermarkt, helemaal gedroogd natuurlijk, buitenkant is helemaal droog. Maar we zouden het hier kunnen doen, zouden die bollen kunnen laten vormen, zoals we dat ook in Nederland zien. Maar dan moet je het zo groen oosten, een bundeltje van maken en zo vers op de markt brengen, zoals we dat hier gewend zijn met onze amsoi en andere producten. Dan kan het wel. Okay. Dus en ik heb nu twee boeren die zich hebben aangemeld om dat te willen doen. En ik heb ze geluisterd, laten we het eerst op een proefschaal dat uitproberen. Voordat wij zeggen van ja, dit ondersteunen wij en we gaan hier weer verder. De zaad hebben ze al. Dus ik denk dat we binnenkort gaan beginnen op een proefschaal met die uien. De piaatje van u. De piaatje, ja. Want ja, je weet het, hè, minister struikelen over ja, aardappelen en dollars worden gestolen voor aardappelen en uien. Piaatje en aloe. U kent meneer Aloe zelf in Suriname. Dus ik hoop dat er een definitieve oplossing hiervoor komt, toch? Dat wilt u ook, toch? Of wij weten van, we kunnen het verbouwen, we gaan het importeren of wij verbouwen. Maar het is nooit duidelijk geweest, vandaar die vraag. Nee, kijk, we hebben en u... Het is een vorige gesprek die we hadden. Had u het over eat local, hè? Ja, ja. U aan het promoten zijn. Op dit moment is het zo dat wij 2/3 deel van onze behoefte aan voedsel importeren. En slechts 1/3 deel lokaal produceren. En die 2/3 delen welke wij importeren, dat is een vertegenwoordigde waarde van iets van 300 miljoen Amerikaanse dollar. Ik zeg van luister, laten wij van de 1/3 deel lokale consumptie, tenminste de consumptie van lokale producten, gaan naar 2/3. Ik zeg, we gaan niet helemaal stopzetten. Laten we gaan naar 2/3. En als je 2/3 van je lokale behoefte kunt voorzien, dan gaat het jou schelen of een besparing opleveren aan de fiche van 150 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis. Tegen de koers nu, zodat het voor Surinamse omstandigheden uitmaken een bedrag van SAD dan 3 miljard. Dat is gigantisch. Voor een kleine economie als de onze is het gigantisch. En ik zeg van luister, ik wil daar mijn ondersteuning aan geven. Waarom? Als je naar de supermarkt hier gaat, dan zie je heel wat producten die wij lokaal zouden kunnen produceren, dat die geïmporteerd wordt. En dan zeg ik van dat is zonde. En in de tijden dat we genoeg beschikking hadden over de fietsen, dat kon dat toegelaten worden. Maar nu gegeven de huidige omstandigheden. Zeggen van dat mag niet mogelijk zijn. En zeer simpele dingen zoals chips bijvoorbeeld. Chips kunnen we ja, wat importeren jullie? Wat eigenlijk overbodig is, wat jullie ook daar zouden kunnen verbouwen. Noem maar 5, 6 taalproducten. Want ik wil het ondersteunen als je zegt eat local. Eat local. Vind ik mooi streven, toch? Ja.
Ik heb een leeslijst opmaken door de afdelingen van mij. En dan zie je natuurlijk, je hebt een aantal producten ga je moeten blijven importeren. Kijk, we zijn hier gewend brood te eten. Dus tarwe ga je moeten importeren om lokaal je meel te maken en je brood te bakken. Okay. Maar er wordt geïmporteerd, wij exporteren enorm veel vis. En 80% wordt geëxporteerd, alleen 20% wordt lokaal gegeten. Maar dan nog zie je dat er importen is van gezouten vis bijvoorbeeld. En ik zeg van, maar die gezouten vis kunnen we lokaal maken. Waarom moet het uit het buitenland komen? En nog steeds, dappertjes, bruine bonen, zijn zaken die wij ook hier lokaal zouden kunnen vervangen. Maar augurken in flessen, dat doet een lokale industrie goed al. Alleen moeten we het verder gaan promoten van mensen. Eet bewust, eat local. En zo willen wij dan langzamerhand de zaken gaan opbouwen. Kip bijvoorbeeld. Kip wordt voornamelijk geïmporteerd. We hebben een behoefte van bijna 30 miljoen kilo op jaarbasis. En slechts 1/3 deel produceren we lokaal. Een 20 miljoen kilo wordt geïmporteerd. En maar geef de lokale producenten de gelegenheid daartoe. Stimuleer ze, ondersteun ze. Dat wij nu uiteindelijk lokaal gaan produceren. En zo kun je het lijstje verder afmaken. Mm-hmm. Melk bijvoorbeeld. We importeren voornamelijk melkpoeder om ons lokaal in te voorzien onze lokale melkbehoeften. Terwijl de boeren lokaal maar een fractie produceren daarvan. Maak het aantrekkelijk voor die boeren. En ik heb het keer op keer ook gezegd en ik heb het ook in mijn beleid opgenomen. Van dit gaan we zwaar stimuleren. Er is natuurlijk een vraag over de prijsvorming van melk. De totale agrarische sector. Daar is de prijsvorming helemaal vrijgegeven. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Maar om de politieke redenen, als ik het zo mag uitdrukken, is de prijs van melk altijd laag gehouden. En daar wil ik een verandering in brengen. De boer moet uitzien te komen. En ik ga je een voorbeeld geven. In 2004, 2005, toen was de melkprijs bij de boeren dusdanig aangepast. En het was toen 2 SRD en 25 cent per liter afboerderij verse melk. En de dollarkoers was toen $2,80. Dat moet u wel weten. Dus omgerekend kostte een liter melk, verse melk afboerderij, iets van $0,80 per liter op. Toen zag je een duidelijke stijging binnen exponentieel van de melkproductie. Vanaf de dag wat de boer kreeg, het was $4,50. Ik heb het pas mogen verhogen naar $5,50. Terwijl de koers dik boven de 15 SRD is voor de Amerikaanse dollar. Dus je ziet daar weer een scheepgroei. En ik heb nu de boeren gezegd van luister, ik wil gaan richting marktconform. Dus ik heb mijn collega van de sociale zaken gevraagd van luister. We hebben altijd kunstmatig de prijs van melk laag gehouden om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen met goedkope melk. Vooral kinderen gebruiken het, oudere mensen gebruiken het. Maar laten wij die mensen op een andere manier gaan subsidiëren, maar dat ik tenminste de prijs van melk kan vrijgeven. Dat de boeren vrij kunnen produceren. Dus zo zijn er maatregelen die soms heel simpel te nemen zijn, maar waarmee je de sector zou kunnen redden. En ik zag een duidelijke trend bij melkvee, dat de oudere boeren die bouwen hun melkproductie af, die bouwen hun veestapel af en die gaan meer richting slachtvee. Slachtvee, daar is de markt helemaal vrijgegeven. Dus die zeggen van luister, ik heb daar een betere prijs. Dus ik ga nu slachtbeesten kweken in plaats van melkbeesten. En bij melkbeesten, daar ben je gebonden elke ochtend, elke middag om die koeien te melken. Terwijl, en ook dat 365 dagen per jaar. En bij slachtvee heb je misschien een paar uren per dag en al genoeg om beter te verdienen. En je moet die melkboeren moet je blijven stimuleren om nog te blijven produceren. En vooral de jongeren, die willen hun pa of ma niet opvolgen in het bedrijf. Dus je moet ook daar een verandering in te brengen. Maar aan die zaken werken we nu. Maar om terug te komen op Eat Local. Wat wij nu hebben gedaan. En ik heb als ministerie heb ik 2 koelwagens ter beschikking gesteld.
natuurlijk beplakt met iets local erbij, een beetje reclame maken. Maar wat gebeurt er? Je hebt heel veel kleine producenten die of chips bakken of andere producten produceren. Maar ze zijn te klein om alle supermarkten te bedienen, laat me het zo stellen. Die verkopen wel wat in de buurt bij hun, maar verder komen ze niet. Want daarvoor heb je heel netwerk nodig. Je hebt een distributiecentrum nodig. Dus toen heb ik gezegd van luister, ik stel 2 koelwagens ter beschikking van die kleine producenten. En er komt een centrale locatie waar die producenten hun producten kunnen aanbieden. En wij zorgen voor de distributie. En natuurlijk ga je dan een bepaalde prijs met elkaar overeen, want zoiets moet zelfstandig kunnen draaien. Het moet zichzelf bedrijven. En we zijn nu bezig met registratie van die kleine producenten. En die kunnen we dan aan de ene kant ondersteunen met de afzet dat er meer lokaal product geconsumeerd wordt, niet local. Maar aan de andere kant kunnen wij dan hun verder begeleiden met het productieproces. Assistentie die ze nodig hebben met conserveringstechnieken of verpakking, noem maar op. Of equipment om machine in te vriezen of te bakken, ik weet niet wat. Maar dan kunnen wij daar een soort rol in mee spelen als ministerie om stimulans te geven aan de kleine producenten. Want zoals u weet, de meeste arbeidsplaatsen worden daar geschapen en niet door de grote industrie. Ja, het is duidelijk. Maar ik rond het af met u. U zegt de politieke wil moet aanwezig zijn, hè, want het is de politieke wil die er niet is en die zorgt ervoor dat de boeren een hele slechte prijs krijgen voor de melk. Ja toch? Maar er is ook de politiek die ervoor zorgt dat mijn mensen in Suriname daar steeds plofkippen eten uit Amerika, omdat misschien partijloyalisten hun vergunning moeten behouden en dollars moeten kunnen kopen om te importeren, wat heel slecht is voor het land. Misschien iets voor u. Ja, nee. En kijk, wat er wordt geïmporteerd op dit moment voornamelijk, dat zijn kipdelen. Die Amerikanen die kweken hun kippen, volgens mij is het in Europa ook zo, en die hebben meer dan het bosgedeelte hebben ze nodig. De andere delen van vlerken en bouten, noem maar op, dat consumeren ze niet. En die worden dan goedkoop doorverkocht aan de armere landen. En voor hun is het aantrekkelijk om dat te kopen, ja, het is laag in prijs. Maar waar het ook vaak fout loopt, is dat heel wat van die importeurs die producten kopen die tegen vervaldatum aan zitten. En voor een nog lagere prijs kunnen kopen. En nu is zeggen wij van wij kunnen, want voor 1980 konden wij onze lokale behoeften geheel dekken. Je hebt nu inderdaad een aantal importeurs die helemaal gespecialiseerd zijn op import van kipdelen voor goedkoop. En daar moeten wij een verandering in zien te brengen. En je ziet ook lokaal gelukkig een tendens bij de consumenten dat ze liever een lokale kip eten dan de import. Want je weet niet wanneer dat geproduceerd is, dat van de import. En ten tweede, je ziet heel veel consumenten hier ook zeggen, ja, maar het zijn hormoonkippen en die moeten we niet hebben. Dus die bewustwording komt er aan de ene kant. Maar aan de andere kant moeten wij ook met maatregelen komen om zoveel als mogelijk die importkip te beperken. Importheffing. Importheffing, wat Mikatei minister, zijn naar voren suiteren. Ik weet niet van wie. Ik kan de kamer Marcella of je vijand brengen, kon ze naar voren naar 100. Je lafu. Maar bij die heffingen heb je ook beperkingen, want je hebt te maken met WTO-regels. Maar je moet dusdanig, je moet zo vindingrijk zijn, dat je toch nog een... Er was vroeger import een heffing van 20%. Daarna is het gegaan naar 40%. Maar wat ik nu van die pluimveehouders begrijp, is dat je zelfs kan gaan richting 70%. Maar je hebt andere Caribische landen in de regio, waar het 100% en meer is. Alleen omdat ze hun lokale industrie willen beschermen. Dat moeten jullie doen, maar, dat is wat ik bedoel. Waarom doet u dat niet, ja, om die kleine kippenboer en die mensen te beschermen? Want ze kunnen het nooit winnen van die goedkope, gedumpte Amerikaanse plofkippen die alleen maar water en met hormonen zijn bespoten. Dat wint niemand van. Dat is goedkoop, dat is afval. In de tijd, toen die onderhandelingen waren begonnen met WTO, heeft om een of andere vreemde reden
die de toenmalige minister van Economische Zaken. En is daar gaan beweren dat wij 26% gaan heffen. Waarom? I don't know. Maar dat moet een keer veranderen. En nu moet jij nu met WTO gaan onderhandelen. En ik heb alle opdrachten met een collega van Economische Zaken. Om opnieuw te gaan onderhandelen met de WTO. Om dat ongedaan te maken. En nu gaan we richting een hogere import en een percentage of invoerrechten. Dus dat gaat gebeuren de komende tijden. Zo snel als mogelijk moet gebeuren. Dat wij inderdaad ook onze eigen producenten in bescherming nemen daardoor. Maar het proces is al ingezet. Mooi, minister. Ik dank u voor uw tijd en toelichting. En ik hoop u volgend jaar weer te spreken over de vorderingen wat u maakt daar op het ministerie van LVV. Graag gedaan. En ik begin alvast met een prettige feestdagen en de kerstdagen en jaarwisseling toe te wensen. En inderdaad, volgend jaar dan komen we weer hierop terug. Dan kunnen we voortborduren. En tot die tijd, we blijven lokaal eten. We eat local in Suriname. We eten ook Surinaamse producten en niet meer. We gaan buitenlandse producten boycotten. In mijn eigen taal. Succes, minister Seudin Pralat van LVV. Dank u. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.